Hallo allemaal, wat leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Gelukkig zijn we bijna weer open, maar tot die tijd hebben wij nog leuke video's voor jullie. Vandaag gaan we wel iets heel, heel grappigs doen. Het gaat dit weekend sneeuwen. En wat kan je met sneeuw doen? Een sneeuwpop maken. En vandaag gaan we die niet verven, maar we gaan die maken van scheerschuim. Ik denk dat jullie papa's en misschien sommige mama's wel thuis scheerschuim hebben. Vraag of je die eventjes mag gebruiken. Wat je gaat doen, even goed schudden en dan gewoon een heleboel op het papier doen, zo. En dan gaan we lekker met onze handen, gaan we de sneeuwpop maken. Dus de sneeuwpop, hij kan zo groot worden als je zelf wil. Ik doe een grote buik en een hoofdje maken, lekker met mijn handen en het voelt heerlijk zacht. Zo, kijk, een beetje vieze handen, maar dat geeft helemaal niet. En wat je dan gaat doen, is de sneeuwpop heeft een muts nodig en een neus. En wat je dan kan doen, is je kan van zwart papier kan je een mooie hoed maken. En van oranje papier een mooie neus. Heb je nou niet die kleurtjes papier thuis, dat geeft helemaal niks. Want dan kan je het ook tekenen, uitknippen en later inkleuren met kleurtjes of viltstiften. Ik heb hele leuke bolletjes voor de knoopjes voor op de buik van de sneeuwpop. Als je die niet hebt, kan je die natuurlijk ook gewoon maken zoals je die zelf wil. En ik zal jullie nu even laten zien hoe leuk het is geworden. Dit is mijn sneeuwpop van scheerschuim. Is dat niet cool? Heel veel plezier thuis!